Beste collega's, als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg wil ik jullie van harte een heel goed en een gezond 2021 wensen. En daaraan toevoegen dat ik voor ons allemaal hoop dat het een rustiger jaar wordt dan het afgelopen jaar. En daarbij wil ik jullie ook ongelooflijk bedanken voor jullie inzet in de afgelopen periode. We hebben met kerst alle roosters kunnen vullen en ook met de oud en nieuw. Dankzij de bereidheid heel breed overal in Nederland, jullie bereidheid om een extra dienst te draaien. En daarmee hebben we de zorg voor onze patiënten overeind kunnen houden. En dat viel niet mee. We hadden eigenlijk gehoopt dat het een wat rustiger jaarwisseling zou worden. Maar in heel december zagen we de aantallen flink omhoog gaan en daardoor piepte en kraakte het overal in Nederland. Dat vroeg veel van jullie, dat vroeg ook veel van het thuisfront. En daarbij was het op allerlei plekken het ziekteverzuim hoog, allereerst door COVID. Helaas zijn we er ook nog niet. Het zal ook in de komende periode zwaar blijven. En om deze reden, en precies om deze reden, hebben we vanuit de ziekenhuizen een oproep gedaan om vervroegd vaccins beschikbaar te kunnen krijgen. Eigenlijk met maar één reden, bedden open houden, capaciteit beschikbaar houden. We zijn ontzettend blij dat we die vaccins gekregen hebben voor 30.000 professionals. Het is niet genoeg voor iedereen, bij lange na niet. En dat betekent voor nu dat we de eerste vaccins heel erg strikt moeten verdelen. Daar hebben we landelijk beleid voor opgesteld en een volgorde voor afgesproken en iedereen gaat zich daaraan houden. In de eerste ronde gaat het dan alleen om die collega's van wie de ziekte door COVID ertoe leidt. Dat we capaciteit moeten inleveren, dat we bedden moeten sluiten. De meest schaarse mensen, dus. Dat zijn in de eerste plaats ambulanceverpleegkundigen op de auto, IC-verpleegkundigen. Want bijvoorbeeld, als een IC-verpleegkundige uitvalt, scheelt dat op dit moment in ieder ziekenhuis in een rooster gelijk drie tot vier bedden. Daarnaast zijn het dan natuurlijk de intensivisten en de verpleegkundigen en artsen die langdurig ingeroosterd zijn op de IC en de COVID-afdeling en die moeilijk vervangbaar zijn. Op sommige punten hebben ziekenhuizen de ruimte om zelf een afweging te maken, al naar gelang de manier waarop zij de COVID-zorg georganiseerd hebben. Maar dan nog blijft het een heel beperkte groep. We begrijpen de teleurstelling bij velen van jullie die niet meteen in aanmerking komen, maar we kunnen niet anders dan in deze fase daar begrip voor vragen. En even voor de duidelijkheid: die vaccinatie dient niet om je te beschermen tegen infectie op het werk. In de ziekenhuizen zijn in het afgelopen jaar maar weinig mensen besmet geraakt in een direct patiëntencontact. We hebben ondertussen bijna een jaar ervaring met deze ziekte en daardoor weten we dat maatregelen zoals afstand houden, hygiëne, beschermingsmiddelen en laagdrempelig testen, dat die effectief zijn. Dat die ons beschermen bij de omgang met COVID-patiënten. En die maatregelen blijven we gewoon gebruiken, ook als je gevaccineerd bent. De boodschap is dus je werkt veilig en je bent goed beschermd. Natuurlijk zouden we dolgraag iedereen een vaccin kunnen bieden. Maar daar hebben we gewoon domweg nu nog niet voldoende voor. Er is wel een lichtpuntje. We hopen om te beginnen dat we in plaats van vijf vaccins uit één flacon. dat we er misschien wel zes uit kunnen halen. En dat we daarmee zo weinig mogelijk van schaarse middelen verspillen. Dat zou betekenen dat we iets meer vaccins beschikbaar hebben. en dat we iets ruimer kunnen vaccineren. En. Zodra we meer vaccins beschikbaar krijgen, zullen we deze aan jullie aanbieden. De ziekenhuizen zijn er helemaal klaar voor. Tot slot nogmaals ongelooflijk veel dank voor jullie niet-aflatende inzet en voor de samenwerking. Dank je wel.